Jeroen Pauw interviewde Lisbeth List voor hajrd 00 d Eerder vandaag maakte de familie van Lisbeth List bekend dat ze afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd kwam te overlijden. Een nog nooit eerder uitgezonden interview tussen List en Jeroen Pauw komt vanavond op een. In het laatste woord van de NTR spreekt Pauw, die laatst nog een veelbesproken talkshow maakt in op 1, met prominenten op leeftijd. De afspraak is dan altijd dat het interview, waarin diegene uitgebreid terugblikt op het leven, pas wordt uitgezonden na diens dood. Het laatste woordpunt: Lisbeth krijgt de Vrange eer dat ze de eerste is waarvan haar het laatste interview wordt uitgezonden. Het gesprek tussen Pau en List, dat in 2016 plaatsvond.